Hallo kijkers, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben vandaag in het prachtige Val di Sole, maar ik ben hier vandaag niet op de snowboarden, maar om te fietsen. Kom gezellig mee! Gisteren geloof ik nog. Ja. Leuk dat je. Gezellig. Uw auto is hier gepakt. Ja. Ah, deze ochtend pas. Het is geen tiramisu gegeten in het beste hotel. Nee. Helaas. Nee. Dat was echt goeie, hè? Ja, dat was echt goed. Ja, ik ben gisteren met de auto getrokken. Oh, ja. De camper. Van halverwege overnacht. Oh, nee. Ja, kom eens terug met benen, kus hier dan. Ja, een mooie avond. Ah, maar jij hebt natuurlijk geen Dublin gereden. Jawel. Huh? Kijk. Hoeveel dagen heb je daar dan nu kunnen trainen? 3 goede dagen. Oh, oké, okay. Oh, dat valt nog mee. Ja. Bah! Ik weet weer waarom ik vorig jaar zo slecht was hier. Ja. Nu hoef ik gewoon... Ik begin het ook in één keer, maar graag van bij mij. Ik had echt in mijn hoofd van, ah, maar dit jaar kan ik er wel doorheen fietsen. Ja, maar dit is echt gewoon niet te doen, joh. Nee. Het is gewoon alsof je een hele lange zandbak hebt over het hele rondje, maar dan een kut zandbak.
Ja. Zie jij iets van diepte in deze sneeuw? Of? Ik heb het idee dat ik die hobbels allemaal niet kan. Van... Wat? Tuurlijk wel. Als het kan. Vorig jaar wel gedaan. Maar ze liggen nu op een andere plek. Ja, het is wel warmer dan in Nederland. Wat voor banden heb jij erop liggen? Huh? Wat voor banden heb jij erop? Ja, ik ook. Ik weet niet of het wat doet. Oh, er is nog een klim ook. Ik val gewoon nog voor deze klim. Omhoog. Niet. Nee, misschien dat het met de ronde beter wordt. Naarmate je het vaker rijdt. Heerlijk. Handschoenen zijn niet nodig. Nee. Als je een lange mouwen jasje en dan dit dikke winterjack. Ja, ik dacht het is koud. De cadans voor deze wedstrijd wordt echt gewoon 60. Maar eerlijk, dit is ook niet echt hard rijden. Nee, maar ik had in mijn hoofd dat het allemaal wat harder zou zijn, inderdaad. Maar... Oh. Ja, zolang het doorheen te fietsen is. Lekker. Dit is goed. Maar die voelt zo. Ja. Maar zou dit beter zijn met de Rino? Of graaf je dan alleen maar meer in? Eerlijk, ik heb echt. Ik had hier vorig jaar mijn helm gebroken. Tijdens de verkenning. Mijn helm gebroken. Dat ik gewoon de sneeuw zo gevallen was, het ijs. Zo, klimmetjes in Rino wel lekker. Oh jongens, de spijt die ik eronder ga doen. Dat gaat niet helemaal lekker geworden. Ja, als dan of iemand staat. Ja. Ik heb ze ook mee. Van Richard de keer gekregen van die moordspikes. Ja, nu zijn we goed van weg. Ja, ik ook. Ah. Ik voel me echt een amateur, maar ik kom gewoon niet vanuit. Een meter hoog gaat echt aan mijn voet. De hoeveelheid bijna crashes is insane. Ja. Dat voorwiel. Oh.
als het hele parcours nou gewoon zo loopt. Ja, dat is leuk. Oké, niet zo, want het is omhoog. Maar... Het is lekker op binnenbad helemaal uitstaan. Ja, ik denk het ook. Straks mijn mutsje af. Daar ga je. Ding. Ja, maar ja, het is toen net geregend. Dus het wordt nog wel beter. Of niet. We zijn een van de eerste natuurlijk. Oh, dit is een kutding. Hier komen nog wat sporen in. Nee, klopt, ja. Als je dan rondfietst. Ik was in mijn hoofd. Had ik gewoon vorig jaar echt een slechte dag. Maar het is gewoon. Het is gewoon zo. Het is gewoon het parcours. Ik kan gewoon niet goed voelen hier. Sorry. Oh. In de post ga ik even wisselen naar een Rino. Dit ziet er zo autoristisch uit. Ja. Ben je met de camper? Ja, of vanuit Beneke Sim? Ja, ik kom wel met Beneke Sim. Ah, Strijder. Oh, gaat lekker. Leuk. Nice. Dat hetzelfde tripje als vorig jaar. Is dat hetzelfde tripje als vorig jaar? Ja. Marcel, help mij. Hoe kan dat nou? Oh.
Oh.